Goedemorgen, we hebben geslapen op een campground vlakbij Zion en we stappen uit deze morgen en dat is ons uitzicht. Wat zijn we aan het doen? We zijn de auto aan het levelen. Ik ga een beetje vooruit. Geef het op. En zo, teamwork, meeste dreamwork. Onze eerste avond in ons camper. De camera rust op 2 bidons water. Ja, daar moet schemers. We zullen dat nog beter krijgen. We gaan nu even de camera afzetten en genieten van onze eerste aan in de camper. Ja. En de airco terug aanzetten. Heb je wat te warm? Ja, heb je? Ja, ik ben aan het wachten tot hij nu is van gedaan. En nu gaan we naar de visitor center om te zien welke wandeling dat we kunnen doen. Want het is zondvloedwaarschuwing. Oh. Allee, we mogen dus niks doen tot 11:30. Dus mogelijk gaan we niet alles kunnen doen. Dat we wilden doen. We gaan zien wat we ook kunnen doen. Wat doen? Ja, we gingen in het water wandelen. Ja, alles kan. Kom. Waar is je hoed? Ik heb dat niet. Waar is je kaart? Dat heb ik niet. Ik heb dat nog als screensaver gehad vroeger. We zijn de Emerald Pools hike aan het doen. Er is een lower, middle en upper. We wilden naar de upper. We gaan het zien als we er zijn. Voorlopig valt het mee. Het is wel super mooi. We gaan helemaal zo naar beneden wandelen, onder de water vallen en dan naar boven klimmen. We hebben 50 minuten gedaan om tot de Upper Emerald. We hebben 15 minuten gedaan om tot aan de Upper Emerald Pools Trail te wandelen. Engelse woorden. En het plannetje zegt dat dat 2,5 uur duurt. Geen en terug. Ja, maar ja, als we er 15 minuten maar over gedaan hebben. Ik denk dat wij goed bezig zijn, Bretten. Voor jullie was het de moeite? Ik ben heel blij dat we gedaan hebben wat ik zei dat we moesten doen. Ik zie je ook graag hoor. Maar we hadden dat uitgepland breed doen. Dat is waar. Het zou wel leuk zijn als we die angels dingen ook kunnen doen. Ja? Allee, ja. Maar niet helemaal hè. Ja, laten we gewoon even op het gemak zitten en een keer reflecteren. Ja. Knock. Knock, knock, knock. Stop. Op. Chipje, gaan we je versturen met een postpakket? Ja. Nee! Hey, kijk buiskinderen. Breiten hier weer. We zijn wel welkom bij de vlog gedaan. Ja, kijk, anders welkom bij de vlog. Als ik het nog niet gedaan heb. Hey, zeg. Chipsijs, welkom bij de vlog. We zijn hier in het mooie Utah. Nee. Ja. Jawel, Chip, we zijn wel in Utah. Pipi. Wat pipi, dat is cola. Cola is pipi, dat is waar. Cola is pipi. Het is hier heel mooi. We zitten even aan het lunchen. Chip is weggelopen van ons. Chip wil andere ouders. Dat is Chip. Die ging kakas meteen. Komt op de baan.
plassen met water. Oh, mijn hand, mijn poep is nat. Mijn poep nat? Ja. Maar dus, mijn poep is nat en dat was een heel onsamenhangende vlogsegment van mij met heel veel wind. Yo! We gaan nu de Riverside Walk doen. Want daar is de river en we are walking. Wist je dat ik gewoon dat geluid maakte? We gingen vandaag de Narrows hike doen. Dat is aan het einde van deze trail, de Riverwalk trail. Ga je in het water en wandel je tussen de canyons. Dat is dus verboden. Het water is super bruin door de flash flood. En je mag vandaag niet in het water wandelen, behalve op eigen risico. En dat gaan wij niet doen. Daar is de Angel's Landing. Het duurt gemiddeld 4 uur voordat je daar bent. Het is met zo stalen kabels, kettingen dat je moet vasthouden. Links en rechts, ja, je wandelt op de regel. Links en rechts is het afgrond. Er zijn mensen die zo... Ah, dat heb ik wel bij. Zo... Hoe noemt dat? Musketon. De musketons en touwen bij zich hebben. Zion is echt zo mooi. Het is het mooiste nationale park dat we al gezien hebben. Dus ik denk dat we heel veel chance hebben met de temperatuur. Het is mooi weer, maar het is niet te warm. Ik heb prachtige dingen gezien. Ik zal weer zo terugkomen en ik wil het aan iedereen aanraden. Dus iedereen, kom naar Zion. Bye. Bye. This stop is number 4. Jullie zijn hard buiten langs onze camper. Gewoon op de camping. Is dat hier de camping? Oké, het stond wel even op onze lijst, maar dit is de Horseshoe Bend. En het is... Ik ben heel blij dat we het kunnen bevatten in één lens. Maar het is ongelooflijk mooi. We dachten worst, patatjes, ertjes en wortelen voor avondeten, chipita, breideta. En ik kan daar falafel bij eten, dacht ik, want ik eet niet zoveel vlees, dus ik moest geen worst hebben. Zijn we op zoek in de Walmart naar falafel, daar is te vinden. Ik spreek iemand aan, een meisje die daar werkt. Ik zeg, where can I find falafel? 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 Alsof dat ze dat voelen was in haar mond. Spreekt ze collega aan, falafel? En ik hielde, falafel, falafel in St. George. No, you're not gonna find that here. Falafel. Ik bedoel... Ja, falafel. Misschien daarmee heb ik ook geen kikkererwten van. Straks gaan we met de helikopter boven de Grand Canyon vliegen, verzorgd door Connections. Maar we gaan eerst, want dat is pas in de namiddag, we gaan eerst wat wandelen en van National Geographic spelen. We zijn onze dag begonnen in de gift shop, want dat doen we graag. En nu zijn we de South Rim aan het afwandelen met de bekendste punten Powell, Hopi en Mojave. En van daaruit gaan we de bus terugkeren om op tijd bij de helikoptervlucht te zijn. Maar kijk!
Voor de mensen die het zich afvragen, ik ben nog niet aan het zweten. De Grand Canyon is heel goed voor mensen die hard zweten. Zie, hij heeft iets aan met een driekwart mouw en hij is nog niet aan het zweten. Dat is een driekwart broek? Ja. Hij draagt de driekwart broeken onder de t-shirt. Hè. Dat is niet positief. Jani zou dat niet positief vinden. Ik hoop dat Jani niet kijkt. Dag Jani. Jullie denken waarschijnlijk, Breit en Julie staan de hele tijd op hetzelfde punt. Het is de hele tijd dezelfde krater. Allemaal gewandeld, ze. Oh. We hebben ook een condor gezien, maar ik heb het net niet kunnen filmen. Er zijn niet zoveel condors. Het was een meisje, blijkbaar. Van de vier park rangers waren helemaal extatisch. Ze waren echt, wow, condor. En wij dachten, ik dacht, oh, ik heb het net niet gefilmd. Kijk, you win some, you lose some. Ben je mij aan het filmen of dat? Beide. Maar dat kan ik ook eens. Ik ga eens inzoomen. Helikoptervlucht boven de Grand Canyon. Check! Ik ben heel blij dat we dit hebben kunnen doen dankzij Connections. Die hebben nog tal van zotte activiteiten. Dat kan je allemaal terugvinden hier beneden in de beschrijving. Daar staat de link. Kika! Vandaag gaan we onze grenzen verleggen en doen we de Bright Angel Trail in de Grand Canyon. Zie je wel? Hey! We zijn hard aan het wandelen. We zijn nu halverwege de eerste reststop. Jullie vragen aan iedereen die we tegenkomen hoe lang dat ze over gedaan hebben, waar dat ze gestopt zijn, waar dat ze gewoon om zichzelf moeten te praten, denk ik. Allemaal mensen die er even fysiek fit uitzien als ons. Dus ja. We gaan zien hoe dat we ons voelen na de eerste reststop. Vroeg lunchen. Ik heb al honger. Ik ook. Jij ook? Ja. Alles goed, dan gaan we ze beetje eten. Kom, maar naar beneden. Stappen. Is
Ze is weer aan het babbelen met mensen. Terwijl die mensen een foto aan maken is. Het is 12 uur. We hebben daarnet iets gegeten als lunch. Mensen blijven zeggen dat het heel lastig is om naar boven te gaan. Dus we gaan nu stoppen en terugkeren. We hebben tot de eerste reststop geraakt. We hoopten de tweede te doen, maar dan hadden we maar vroeger moeten beginnen aan de trail. Dat is niet gelukt. Dus we gaan, voordat het super heet wordt, gaan we terug naar boven klimmen. 12 uur is het nu. We gaan zien hoe lang we erover doen. Ga je nou even wachten? Ik sta niet op slow-mo, hè. Ik wacht hier nog even. Nee, ik sta niet op slow-mo. Tot straks, hè. Zullen jullie een helikopter van gisteren naar beneden? Of ik spijt heb dat we eraan begonnen zijn? Nog niet, maar dat punt gaan we zeker nog bereiken. Chip heeft een sticker gekregen van een park ranger. Hij heeft het niet verdiend. Ik heb het verdiend. Breiten heeft het verdiend. Maar voorlopig wil hij niet loslaten. Zo, nou eens je neusgaten. Mooi. Dank je. Dus, dat was het voor de Grand Canyon, Zion en de Horseshoe Bend. We hebben ongelooflijk mooie dingen gezien. Ik hoop dat we het hebben kunnen vatten in beeld voor jullie. Ja, we zouden graag ook Connections willen bedanken voor de excursie die ze geregeld hebben. Dankjewel. En als je zelf zoiets zou willen regelen, de link van naar Connections staat hier beneden. En anders kunnen we langsgaan in uw dichtstbijzijnde Connections kantoor. Dat is waar. Alright. Dan rest er ons enkel nog te zeggen... Einde van de vlog! Einde van de vlog! Oké, misschien moesten we hier zeggen einde van de vlog. Einde van de vlog!